Hi, welkom op mijn kanaal. Leuk dat je op deze video hebt geklikt. Als je hier nieuw bent, ik ben Ilona. Ik vind het hartstikke leuk dat je op mijn kanaal bent terechtgekomen. Abonneer je gelijk eventjes als je hier nieuw bent. Dat kan door op de abonneerknop te klikken onder deze video. Daarmee steun je mijn kanaal heel erg en je blijft op de hoogte van mijn nieuwste video's. En vandaag, zoals je aan de titel al kon zien, heb ik een shoplog voor jullie. En we gaan lekker alles passen. Het is in samenwerking met de webshop Rosegal. Rosegal. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt, volgens mij Rosegal. Ik ben altijd 100% eerlijk. Deze video is in samenwerking met de webshop Rosegal. Ik krijg er niet voor betaald, maar ik heb wel de producten gekregen. Dus dat wil ik eventjes voor de duidelijkheid vermelden. Ik mocht wat dingetjes uitzoeken, dus ik heb alvast wat dingen die ook met het oog op de herfst en de winter, die daar goed bij passen. Dus ik heb een hele doos vol. Ik heb hem al opengemaakt net, want ik wist niet wat het was. Ik denk, wat heb ik er wat besteld? Nee toch? En toen maakte ik me open, dacht ik, oh ja. Dus als jij ook wil zien welke kledingstukken hierin zitten en hoe het er allemaal uitziet bij mij, blijf dan vooral kijken. Ik heb volgens mij niks qua broeken of zo besteld, want ik heb een heel moeilijk figuur. Ik heb best wel een smalle taille en heel erg brede heupen in vergelijking, dus... Broeken is bij mij altijd één grote ellende. Dus dat is iets dat sla ik liever over qua webshops. Dus laten we maar gewoon het eerste gaan pakken wat bovenop ligt. Dus ik ben ervan uitgegaan dat alles iets kleiner viel. Dus ik heb alles een maatje groter besteld. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga even de doos aan de kant zetten. Oh, ik zie nu al dit. Kijk hoe schattig. Dit is een blouseje. Heel erg spannend. Ik heb eventjes gewoon heel simpel een zwarte body aan en een spijkerbroek. Zodat ik dus alle truien zo er makkelijk overheen kan aantrekken. Dus laten we maar gaan beginnen met het eerste item. En dat is, een soort blouse jurkje of zo. Dit is in de maat extra large. Oké, er zit een soort van riempje bij. Het is een soort van blouseje en het is niet zo heel erg dun als dat ik had verwacht. Je kan er op zich niet echt doorheen kijken. Kijk maar. Dus ik ga deze even aandoen. Laten we even gaan staan. Ik heb hier zo trouwens even een spiegel neergezet. Zodat ik het zelf goed kan zien. Even kijken, staat hij dan... staat hij dan in beeld? Nee. Kunnen jullie meekijken? Dan kan ik ook in de spiegel kijken. Dus... Ik ben heel erg benieuwd. En als jullie trouwens een kattenstaart ineens in beeld zien, Bamboe loopt uiteraard weer voor de camera langs. Dus zoals altijd. Ik ben blij dat ik een XL heb genomen. Want ja, een L had op zich ook nog wel gepast. Hij is wel een beetje wijd, maar met dit soort dingen is dat eigenlijk niet erg. Hoort hier nog iets van een gaatje bij te zitten? Oké, hier zit geen ringgaatje bij. Of hoe noem je dat? dit is wel heel erg schattig. Ja, en nogmaals, dit is gewoon leuk als het een beetje wijder is, zie je? Dus het is echt niet dat je denkt van, oh my god, het is veel te wijd. En bij de armen zit hij gewoon heel erg goed ruim. De mouwen zijn ook lang genoeg en dat is altijd iets wat toch wel even spannend is. Want ja, soms dan zit iets gewoon goed en dan zijn de mouwen veel te kort. Nou, hier heb ik altijd zo'n hekel aan knoopjes dichtkrijgen. Ja. Hij is echt super, super leuk. En ook gewoon hoe ik het nu aan heb, zo met een spijkerbroek en een tanktopje eronder, staat onwijs leuk. Echt heel erg gaaf. Nogmaals, deze had wel een maatje kleiner gekund. Maar aan de andere kant, als ik hem met die riem gewoon goed vastmaak, dan zie je eigenlijk niet dat hij groot is. En ook als je bijvoorbeeld kijkt naar de breedte van mijn schouders. Hij zit gewoon goed, kijk maar. En hij is een beetje stretch trouwens, dus dat is ook wel heel erg fijn. Ik ben echt super fan van deze. Kijk hoe leuk die zit. Ja, deze ga ik heel vaak dragen, denk ik. Ik ben hier echt heel erg blij mee. Goed begin, lijkt mij. Ja, toch? Ik ben nu alleen wel een beetje bang dat de rest dus echt te groot gaat zijn. Omdat ik dus van alles een maat groter heb genomen. Maar goed, we gaan het zien. Dan is het volgende item ook een blouseje, volgens mij. Alleen is het een kort blouseje met een vogelprintje. Super cute. Oh, dit is een heel ander stofje, merk ik nu al. Dit is niet stretch. Oh, hoe cute is dit? Heel erg leuk. Dit is echt een heel lekker zomerstofje. Oh my god, hij is open ook al super schattig. Oké, ja, dit is natuurlijk dan weer een XL. Ik denk dat ik wel een L had kunnen nemen, maar... hij is cute. Kijk hoe leuk die is. Super schattig.
is lichtgeel. Met een soort van nepzakje hier. Met blauwe vogeltjes. Zoals ik al zei, hele mooie gouden knoopjes. Dat is een leuk detail. En hij zit gewoon goed. Hij zit hier, zo zit hij niet te strak. Hier zit nog een knoopje. Aan de achterkant valt hij net een beetje over de helft van je bil heen. Dus dat is ook gewoon prima. Nou, ik ga hem straks even mooi strijken. Ja, dit is toch super schattig. En hij heeft trouwens hier ook een beetje details op mijn schouder. Ik vraag me af of hij hem zelfs... Oh, ja, dit zou ook echt super leuk. Kijk hoe leuk dit ook staat. Oh, I love it. Ik weet dat het niet zo hoort, maar I don't care. Oh, heel erg cute. Ja, zo vind ik het ook heel erg leuk. Ik hou er altijd van. Ik heb altijd graag dingen in mijn broek. Heel erg leuk. Dit is echt een topper. Oké, het volgende is zo te zien een trui. Diep van binnen moet ik gewoon echt een traantje laten omdat de zomer voorbij is. Gewoon een soort van ja, simpele wijde trui. Eventjes kijken hoor. Dit is volgens mij ook maat XL. Waar kan ik dat zien? Ja, ook een maat XL. Dus dit is gewoon lekker een simpele trui. En hier moet je ook wel iets onderaan, denk ik. Qua body of zo, of qua topje, omdat het een beetje wijde V-hals heeft. En die heb ik expres genomen, zodat ik hem zo schuin kan dragen. Oeh, zoals dit. Als jullie mijn laatste Primark shoplog of Primark shoplog hebben gezien, dan kon je zien dat ik zo'n soort van grijze trui heb gekocht. Met allemaal van die brede strepen. En dat is nu echt mijn favoriet. En dat is eentje die je zeg maar ook zo op de shoulder kan dragen. En, oh, deze is wel heel erg wijd zelfs. Oh ja, kijk, zo is hij leuk. Oeh, I love it. En deze is denk ik wel het leukste als hij een beetje zo half op je bil valt. Maar op zich kan je hem er ook wel overheen trekken. Maar volgens mij is dat niet echt de bedoeling. Het is meer een beetje de bedoeling dat hij een beetje zo rimpelig... Ja, zo is hij leuker, vind ik. Zie je dat hij zo half op je bil valt? Oeh, dit is leuk. En hij is lekker lang bij de mouwen ook. Hij is ook gewoon lekker lang genoeg. Dit is onwijs gaaf. En dan met een mooie choker of zo, weet je wel. Dit zou echt zo leuk staan. Met ja, een mooie gouden ketting erbij. En zo staat het ook gewoon heel erg leuk. Nogmaals, weer heel leuk met die spijkerbroek. En ja, dit is weer echt een topper. Oh my god, ik ben zo blij tot nu toe. Yay! Dit doet me echt goed. Echt geweldig. Ik zal trouwens de linkjes van alle producten in de beschrijving van deze video neerzetten. En... dan kan je ze eventueel ook aanschaffen als je ze zelf heel erg leuk vindt. En ik heb ook in de beschrijving nog een kortingscode voor jullie. Die kunnen jullie gebruiken als jullie korting willen op jullie bestelling. Dus die staat nu eventjes in beeld en die staat ook in de beschrijving. Even een beetje een close-up. Zie je, het is gewoon lekker een beetje wijd hier zo. Dit is best wel een dik stofje. Als je dit mooi vindt, dan kan je hem natuurlijk zo dragen. Ik vind denk ik één schouder vind ik leuk. Zo. Het volgende item is weer een trui. Oh ja, dit was een beetje cropped-achtig. Als je mij al langere tijd volgt, dan weet je dat ik helemaal fan ben van cropped truien. Dus ja, ik draag eigenlijk altijd gewoon van die cropped truien of cropped hoodies. Van de Primark voornamelijk. En ik zag deze en volgens mij heb ik nog een cropped trui gekocht. Nog een cropped hoodie. Oh, deze kleur is mooi. Ik hou van deze kleur. Ja, zie je? Oh, leuk. Nee, hoe moet je dit dragen? Kijk, de achterkant is een stuk langer. Dat is heel erg leuk. En dan is de voorkant kort. Zie je? Ik weet alleen niet echt goed hoe je dit moet dragen. Volgens mij ook gewoon een beetje zoiets of zo. Ik weet het niet, maar hij is wel heel erg leuk. Bij deze merk ik dat de mouwen niet zo heel erg lang zijn. Dus zoals je kan zien, ja, ze zouden net ietsje langer mogen zijn voor mij. Maar dit was ook weer een maat XL. Oh ja, zie je, dit is one size, vandaar waarschijnlijk. Dus ja, dan krijg je al gauw dat het natuurlijk een beetje kleiner is als je een grotere maat hebt. Want ik heb normaal toch wel M of L. Qua bovenlichaam zeg maar, qua onderlichaam heb ik sowieso altijd XL eigenlijk wel. Dus ja, dit is wel heel erg cute. Maar inderdaad, hij had ietsje groter gekund. En dan puur alleen voor de lengte van de mouw, want verder is het wel gewoon een leuke trui. Ja, op zich zou je dit ook wel gewoon met alleen een BH aan kunnen doen, want dat valt niet eens op. Maar even om een idee te geven van hoe dik die trui is. Dus dit is gewoon, ja, een heel lekker truitje voor in de herfst eigenlijk. Ja, leuk ding. Ja, dit herken ik gelijk. Dit is een cropped hoodie. En... ook als ik hoodie zeg, dan moet ik weer lachen.
Ik weet nog, mijn vorige, nee, mijn allereerste shoplog was dat. Was in de Bershka en zo. En toen zei ik dus over alles wat dus een trui was, noemde ik het een hoodie. Nou, ik heb het geweten ook, want ik kreeg een paar reacties daarover. En nu weet ik dus dat een hoodie een trui is met een capuchon. Dit is een maat large. Ik weet niet waarom ik hier nou weer large van heb genomen dan. En dit is een hele leuke hoodie. Die ook cropped is. Oeh, die kleur is zo leuk. En ik had voornamelijk in gedachten om deze te gebruiken, zeg maar, op sportkleding of zo. Dus als ik bijvoorbeeld ga wandelen. Of ja, niet om mee te sporten. Want het is natuurlijk veel te warm ook om mee te sporten. Oké, jongens. Zo, hij is wel een beetje strak hoor. Oh my god, hij is leuk. I love it. Ja, super cute. Dit is ook echt precies wat ik in gedachten had. Hij is eigenlijk nog ietsje langer dan ik had gedacht. Ik had eigenlijk gedacht dat hij, nou, een beetje zoiets zou zijn. Weet je, op deze hoogte. Ja, hij is wel super schattig. Maar eigenlijk vind ik hem niet echt zo cropped, zeg maar. Dus hij is wel ietsje langer aan de achterkant. Echt een heel klein tikje langer. Misschien net 2 centimeter of nog niet eens. Maar dit is wel echt onwijs schattig. Oh, wacht. Dit is beter als je hem zo doet, zie je. Anders zit dit zo raar. Nou, capuchonnetje erbij. Leuk ding. Gewoon lekker casual, simpel, basic shirtje. Ja, dat is ook weer een leuke. Hier ben ik blij mee. Oh, dan zijn we alweer beland bij het laatste item. Nou, dus volgens mij is het een jas. Ik dacht van, nou, dat kan ik gewoon heel goed gebruiken. Wat is dit voor maat? Er staat er niet op. Oeh, dat plastic voelt echt eng aan. Dit is een large. Nou, we gaan het zien. Hij ziet er een beetje klein uit, maar oeh, cute. Super schattige jas. Ik vind dat legergroen altijd heel erg leuk. Het is best wel een dikke jas als ik het zo voel. Hij heeft hier zo nog touwtjes, zodat je die taille kan aantrekken. Onwijs leuk. Dat vind ik toch altijd wel een beetje belangrijk, omdat je, ja, anders is het zo, bij zo'n blok. En vooral voor mij, omdat, ja, zo'n jas die pakt natuurlijk de breedte van je heupen. Dus dan lijkt het net alsof ik zo breed ben overal. Dus deze ziet er heel erg leuk uit. Ze hadden best wel veel jassen, viel me eigenlijk op. Oeh, hij is helemaal zo wit en teddy van binnen, kijk. Heerlijk. Wauw, dit is super zacht. Oeh, ik had hem echt een maat groter moeten bestellen. Ik krijg hem bijna niet eens dicht. Hij is echt klein voor mij. Zie je, hij zit gewoon hier, zit hij veel te strak. Oh, wat stom. Kijk hoe leuk die is. Aan de achterkant ook met die touwtjes zo. Heel schattig. Maar goed, dan weet je het dus. Ja, ik heb normaal een beetje maat M/large ook. En dit was een large. Dus neem minimaal 1 maat groter. Is heel erg jammer, want deze jas vind ik verder heel erg leuk. Misschien dat ik hem wel opnieuw ga bestellen. En dan inderdaad een paar maat groter. Want ik vind hem eigenlijk toch wel heel erg leuk. En het is precies waar ik naar op zoek ben. Jammer joh. Capuchon is ook lekker warm en zacht van binnen. Oeh. En je kan hem dus helemaal tot hier dichtmaken. Vooral als je dan bijvoorbeeld, weet ik veel, 's ochtends naar school moet op de fiets of zo, is dat heerlijk natuurlijk. Dus dit is gewoon echt een hele leuke jas. Zo, ik heb het er warm van. Ik ben heel erg blij met alle items eigenlijk wel. Vooral echt de eerste 3 dingen waren mijn favoriet. Dus het lange groene blouseje, het vogelblouseje en die grijze veehalstrui. Dat waren eigenlijk mijn favorieten. Dus ik wil even van jou weten, wat vond jij nou het allerleukste item? Laat dan even een reactie achter, ben ik heel erg benieuwd naar. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar deze video te kijken. Doe even een duimpje omhoog als jullie het een leuke video vonden. Bedankt weer voor het kijken. En ik zie jullie bij de volgende video. Doei doei!